Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen week werd het Bredase fietsmagazine Chase gelanceerd. Dit magazine is een initiatief van Nanda Verpalen en Bas Meijerink in samenwerking met 076 Fietst. We kunnen verhalen van mensen op de fiets, gewoon dagelijkse ritjes verwachten. Breda Bosstraat, Fietsstraat, het fietsbeleid van Breda. En je kan ook Breda, zoals je mensen die voor hun beroep eigenlijk fietsen, een funpagina voor kids. Maar ook als je fiets opgehaald is door de stads, hoe noem je het? Van het stadsdepot, als je fiets kwijt bent, hoe dat in zijn werk gaat. De wereld ziet er altijd mooier uit vanaf de fiets. En ik denk dat het magazine een mooie vertaling is van saai fietsbeleid in een aantrekkelijk verhaal voor de stad. De fiets brengt ons vooruit op dagelijks niveau, maar het gaat ook heel erg over innovatie en hoe wil je leven in een stad, hoe houd je je stad leefbaar. Dat zijn allemaal vragen die nu heel erg spelen en de fiets is daar heel relevant in. En juist doordat je de stad ervaart vanaf de fiets, laat je heel erg zien hoe je wilt leven eigenlijk in de stad. De ervaring vanaf de fiets is een heel waardevol perspectief daarin. De beleidsmakers krijgen hierdoor een indruk van het perspectief van de fietser. En door dat perspectief te bekijken, kunnen beleidsmakers ook daar inzichten uit halen. Van hoe je een stad beter toegankelijk en fietsbaar en leefbaar maakt voor mensen. Waar kunnen mensen straks het magazine vinden? Je kan het vinden bij de fietsenstallingen, in cafés, bij de bibliotheek, dat soort plekken. Dus fietsen gaat ook over duurzaamheid, over mobiliteit, over gezondheid. En die thema's raakt het allemaal en dat is wat in het magazine terugkomt. En verdere ambities van het magazine, wat zijn jullie plannen? We willen natuurlijk ook dat het voort blijft gaan eventueel op internet met een blog of een vlog. Dus dat je eigenlijk die verhalen van die mensen gewoon kan blijven volgen. Want je kunt ze toch nooit allemaal in een magazine kwijt. Dus dat is eigenlijk wel wat we ook nog verder willen. Breda Nu. Je weet het meteen.